dyslectisch zijn gewoon een andere manier van denken is. Dat je op een andere manier om moet gaan met je dyslectie. En dat je eigenlijk ook moet richten op de positieve dingen. En niet zozeer op de dingen waar je minder goed in bent. Wat heel logisch is. Mijn naam is Rick Jans, ik ben acteur. En dyslectisch. Yes, het kan. Vandaag onze superkracht ons allemaal met elkaar verbindt en dat is dat we dyslectisch zijn.